NEC boekte tegen RKC de eerste uitoverwinning onder leiding van Pepijn Leinders. De Waalwijkers werden verslagen met een keurige 2-0. Ja, dat we de bal hebben op de tegenstandse helft. Tot 11 spelers echt de bal ook op zoek gaan naar ruimte om de bal te krijgen. Dat we continu het spel kunnen verplaatsen en heel veel opties hebben om te pasen en te bewegen. En dan van daaruit meer controle krijgen. Van daaruit vaker en langer op de tegenstand zelf te blijven. En uiteindelijk onszelf wel te belonen met een goal. En dat deden we weer niet tegen RKC natuurlijk in de eerste helft. Zelfs een penalty niet. Dus ben je daar op zoek? Ja. Het moet steeds meer de karakteristiek van het team worden. Dat we tot het spel bepalen daar. En daar werken we heel hard aan. Dus, ja. De trainer lijkt te weten met welke speelstijl hij verder wil. Het gaat gewoon puur om het gevoel te krijgen. Niet meer en niet minder. Moet ook niet overdrijven. Het gaat gewoon om je hoofd erbij te houden. De hoek te kiezen die je in je hoofd hebt. Niet te twijfelen. En vooral vertrouwen. Feli Kadioglu was opgeroepen voor een wedstrijd met Oranje onder 19. Maar heeft bedankt voor de eer. We zitten natuurlijk in een week voor 3 wedstrijden. Dus je speelt nu. Dit is eigenlijk de enige trainingsweek die je nog hebt met de groep. Dus het zal. Dus het was heel belangrijk om de groep bij elkaar te hebben, om een aantal dingen nog te werken, aan te werken die gewoon belangrijk zijn voor ons, voor deze 3 wedstrijden. En hij heeft uiteindelijk zelf de keuze gemaakt. Dus complimenten aan hem dat hij NEC en het team, tot er geen wedstrijd aan verbonden zat natuurlijk. Ook Arnoud Groeneveld heeft zijn oproep voor Jong Oranje naast zich neergelegd. Hij is, als iemand professioneel is en met energie en tempo traint en gewoon heel goed weet wat er gevraagd wordt en waar hij heen wil, dan is hij het. Dus hij, dat maakt me niet zo druk om. Maar ja, dat er interesse komt, ja, dat is hartstikke normaal. Want dat is juist wat we willen natuurlijk, hè. Steeds beter voetballen en betere spelers vaker aan de bal zijn, vaker voor de goal komen, in scoringspositie, ja, dan gebeurt het automatisch. Ja. De tegenstander voor dit weekend is FC Volendam, de best presterende ploeg van dit kalenderjaar. Nou, we hebben wel natuurlijk goed bekeken, goed geanalyseerd, veel over gehad. Het is een ploeg die heel veel beweegt, die goed beweegt, die de bal wil hebben, die echt wil voetballen. Dus dat is een compliment naar hun toe natuurlijk. Dat betekent altijd dat we echt heel goed moeten weten hoe we dat aan gaan pakken. Waar en wanneer, et cetera. Maar dat is allemaal duidelijk. Dus het plan is geïnstalleerd. Nu is het de laatste training, de laatste meeting. En dan klaar voor morgen. Vrijdag om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen FC Volendam.